We gaan geen water naar beneden. Ik anders eens even je mond leg, jongen. We gaan eens met water doen. Dit is november. 6 jaar oud en een legend! Hoe noem je dit? Een muts. Nee. Vandaag ga ik even de grootste droom van ieder kind ooit uit laten komen. Namelijk... Hallo. We gaan vandaag naar het pretpark. Ja? En wij zijn de enige in het pretpark. Ah, wat betekent dat? Te wachten in de rijen. Inderdaad! Yay! Yep, en november is niet de enige die geluk heeft, want deze hele video geven we kapot veel gratis pretparkkaarten weg aan jou. Inderdaad. Hoe? Nou, dat ga ik je later in deze video uitleggen. Wat was er eerder, de kip of het ei? Ei. Hoe kan dat dan? Kip moet toch een ei leggen? Ja. Say no more. I say... Pass the Dutch panel. Als people go in, is het dan... Did say the people as it is closed. Wat, joh, je kan gewoon Engels? Yourself pupils. Het is de beste drankje ter wereld. What the? Mijn poppen vond deze niet lekker. Oeh! Wat is de opdracht? Ik kan toveren. Ik zal even hier achter de camera grijpen. Niet vertellen dat er stiekem een vrouw achter de camera staat die mij de envelop geeft. Hey, waar komt die nou vandaan, joh? Nee, die heeft die vrouw. Nee, dat moet je niet zeggen. Dat had u echt niet verwacht. Het zit zo. November en ik krijgen per attractie een opdracht. Die ik totaal niet zelf bedacht heb of zo. Als we die opdracht voltooien, verdienen we 2 gratis pretparkkaarten. Die we dan weer weg mogen geven aan jou. Later in deze video vertel ik je hoe jij kans maakt op die gratis kaarten. Maar eerst opdracht 1. Hou je handen los gedurende de hele achtbaanrit. Oh, yo, bro! Maar toch kan ik niet met dit. Nee, die zal ik niet meenemen. Hoger. Oh, zo. Ja. Gaan we, boy. Je hebt hem gewoon gefixt, de eerste opdracht. November, je kan ook gewoon hier langs. Oké, is goed. Challenge 2. We moesten binnen 5 minuten een rondje rijden in deze attractie. Als dat lukt, gratis kaarten. Nou, we gaan met z'n tweeën trappen. Ik ga proberen, toch? Oké, is goed, toch? 3, 2, 1. Let's go, baby! Dat is zwaar voor je benen. Ja, ik merk het. Je bent gewoon aan het chillen. Ik denk dat het serieus moet lukken. Ja, ik kom er met erbij. Oh ja, nu kan je ineens meedoen. Ja, nice. We zijn er. 3 minuten. Wow. Hebben we het echt snel gedaan. Wat vond je van deze attractie? Leuk. Ga ik weer? Ik geloof er niks van. Are you ready? Are you ready, baby? Ja, baby. Hoe noem je dit? Een muts. Nee. Bro, zie je welke de volgende attractie is? De piratenkikker. Wat dit? Dat is scheet. Ja, okay, dat zijn allemaal piratenscheten zijn dat. Als we deze opdracht vervullen, dan mogen we weer kaartjes weggeven. Lukt het jullie om de hele rit de piratenhoed op jullie hoofd te houden? Nee. Als die afwaait, verdienen jullie geen kaartje. Dus we mogen wel onze handen gebruiken om het erop te houden. Ik vind van wel. Durven jullie nog aan boord te stappen? Ik durf het niet. Hij durft het niet. En lekker hè, november zo in de regen. Wow! Ik vind het toch enger dan ik dacht. Ik vind het enger dan ik dacht. Ja, blijf lekker op je hoofd zitten. Hey, het is gelukt. Ja, het is gelukt. Kan je niet even een gekke regendans doen straks? Zodat het niet stopt met regenen. Nee, ik bedoel juist de zonnedans. Oh ja, doe de gekke zonnedans. We gaan geen water naar beneden. Ik anders eens even je mond leg, jongen. We gaan iets met water doen. Jullie gaan glijden van de aquashoot. Die maar liefst 18 meter hoog is en met een snelheid van 45 km per uur naar beneden gaat. We krijgen allebei zo'n maatbeker. Ja, en we moeten het erin houden. Ja, we moeten het erin houden. Dan is het klaar. Hey, is wel hoog, zeg je eerlijk. Nee, ik hoef geen kaartje. Dit ga ik niet doen. Ik ben echt te bang. Ja hoor, daar gingen we. De eerste attractie waar november misschien niet in durfde. Waarom begin ik hierover? Nou, toen ik zijn moeder een week eerder vroeg of hij van pretparken hield, stuurde ze dit. Yo Kelvin, ik durf gewoon in andere attracties, zelfs attracties die over de kop gaan. Ja, lijkt me eigenlijk wel een stoere jongen. Waarna zijn moeder zei... Ja, ik weet niet hoe serieus ik dit moet nemen. Vaak is hij wel een scheiter. Ik heb dus geen idee waar zijn grens ligt. Maar wat ik wel weet is dat we aan het eind van deze video in de... allergrootste, engste, verschrikkelijkste achtbaan moeten. Maar of je dat durft, dat weet niemand. Doe het voor de people, bro.
Ik ga het hier. Ik ga maar gaan. Stond er niks van, maar ik denk dat je het gewoon gaat doen. Jij eerst. Oké, ik ga eerst. Dit is hem. Je moet me wel aanmoedigen. Ik hoop dat je. Nee, ik ga het vinden. Plaats het sleetje op de lift. Nou, het hele ding is leeg. Nee! Is de water gevallen? Ik denk als ik ga naar zonder baby. Ja, zullen we dat doen? Hou je bek dicht, Kimaya! Ik kom naar beneden! Ben je klaar voor? Ja! Hoe hard ging jij? Ja, ik ging echt kapot hard. In november super leuk, hè, dat we vandaag in een pretpark zijn met z'n tweeën en dat het kapot hard regent. Ja. Maar november, kijk even hoe ik eruit zie. Ja, heel mooi. Pak jij eens even de nieuwe opdracht. Nummer 5. Als het jullie lukt om binnen 2 minuten 10 keer de rijdende aap te raken, verdienen jullie kaartjes. Allemaal leuk en aardig, die gratis kaartjes. Maar hoe kan je ze nou winnen? Nou ja, simpel. Je hoeft alleen maar hieronder in de reacties het volgende te typen. Charlie's is het beste drankje ter wereld. Hoe vaak je er echt een kansje maakt. Succes! Welke is de rijdende aap dan? Dit is de rijdende aap. Oh. We moeten de aap 10 keer hitten, ja? Ben je er klaar voor? Oké, Google. Bos auto aan. Wow! Bro, je bent gevaarlijk. Oh ja, netjes. Fuck up! Oh ja, goed hitten. November zit goed hierin, joh. Pak die papri. Hey, je blokkeert hem. Wow. Hey, November. Ja, hoe vaak heb je hem geraakt, denk je? Oh, yeah. Deze man kan niet stilzitten. Hij is alweer weg van het. Ik wil nog een keer. Oh, hij wil nog een keer. November, hoe leuk waren de botsaantal? Ah! Schoon boef, man. We gaan in de Wild Wings. Wild Wings. Wat is de opdracht? Nou, leuk dat je het vraagt, jongen. In deze attractie kun je zelf bepalen of je over de kop gaat. En daarom is de challenge. Ga samen 15 rondjes over de kop. November beseft zich nog niet helemaal wat voor attractie dit is. Maar ik vind hem best wel freaky, maar November is having a good time. Het regent, het regent. Bro, ben je er klaar voor? Ja. Is ook een gordel? Dit is niet over de kop! Aangezien het voor November anatomisch onmogelijk was om over de kop te gaan, moest ik dus eigenlijk gewoon 15 keer over de kop. Lekker. Kom maar, baby! Oh! Ik heb geen eens 1 gedaan! Deze attractie is niet gezond. Hoe kan jij nog zo hard lachen? Oh. Wat is dit? Dit dan? Is dit wat ik ga over de kop kijken? Maar ik denk dat jij dit kan. Ik denk als ik dit ook kan. Durven jullie een ritje te maken in de Dragonfly? Ja, natuurlijk. Deze achtbaan gaat 15 km/u. Dat is nog meer dan ze allemaal. Ik zeg stiekem 15, want dan denk je dat het maar eigenlijk stiekem is 50. Maar het maakt niet uit. Als het jullie lukt om de hele achtbaanrit geen geluid te maken, verdienen jullie een kaartje. We mogen geen geluid maken. Dat is wel moeilijk. Ja. Jij gaat geluid maken, dat weet ik. En jij? Ik probeer het. Oké, November is hyped. Let's go. Nu heeft hij er nog zin in. Ik ga in de achterste. Gaan we in de achterste? Ja. Maar de achterste gaat wel altijd het allerhardste, hè? En we gaan naar voren. Maar als je het niet goed vast. Nee, nog niet aandoen. Even checken eerst. Vanaf nu mogen we niks meer zeggen. Lekker bro! Wow!
Wajo. Oh, deze is dope. Ik heb geen ijs gescheten. We zijn bij de splash. Zal ik even de opdracht voorlezen? Hey, kan ik iets vertellen? Oké, ga jij eens wat vertellen. In Bali, dan hadden we ook een waterpark en die heet ook splash. Wauw, wat een goed verhaal, vriend. Challenge 8. In de overdekte boot word je niet nat. In de open boot word je nat. Als we in de open boot gaan, verdienen we de kaartjes. Open dan. Open? Ja, maar we zijn nu ook toch al nat, hè, van de regen. Ja. Let's go, baby! Nou, dan ga jij lekker nog een keer in je eentje. Oh, oké. 1 minute later. Nog een keer? Oké. Nee. Ons avontuur is bijna ten eind. Ja. Doe normaal, jongen. Hé, hey, attractiepark is niet goed voor jou. Zeg, daar word jij helemaal stuiterbal van. Heel ongemakkelijk. Vriend, we zijn bijna bij de laatste attractie van vandaag. Durf jij deze? Toch wel weer, misschien mag ik dan niet in. Dat is ook lekker chill, hè? Kom, we gaan. Deze is open! Oké, dit is het moment. November's moeder had mij van tevoren laten weten dat hij er al in durfde. Maar ze wist nou niet zeker of hij serieus was. Vandaag, op dit moment, gaan we erachter komen. November, welkom bij de Falcon. Tril je een beetje? Ik ben bang. Waarom tril je? Want je bent dik. Ik ben dik. Daar gaan we. De allerlaatste attractie. De Falcon. De grootste, engste. Loopings. Kurkentrekkers. Alles zit erop. Deze challenge is simpel. Als we in deze attractie durven, winnen we maar liefst 4 kaartjes. Maar de grote vraag is, durft onze doorweekte pretparklegende in deze achtbaan? Durf je erin? Als we erin zitten, komen we er niet meer uit. Dus we gaan er gewoon in en dan hebben we het gewoon gefixt. Ja. Ben je ready? Wil je nog wat zeggen tegen je moeder? Ik ben wel dik. Oh, kijk hoe hoog die is. Oh my god. Hoi. Nog een keer? Oké, de tweede keer vond ik het nog wel leuk. Nog een keer? Bro. De derde keer al wat minder. Ja! En nou ja, daarna was ik bewusteloos, dus ik weet niet meer echt wat ik ervan vond.